Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie wat vertellen over de voeding van Coco. Ik heb de video opgenomen door te filmen. Ik heb daar ook overheen gesproken. Ik hoop dat jullie het niet al te erg vinden, want het beeld is soms nog een beetje aan het bewegen. Als je de groentes niet meetelt, is dit ongeveer alles wat Coco krijgt aan Om voeding. Om te beginnen krijgt Coco als basis van zijn voeding Hamster Super van Hope Farms. Deze brokjes zien er ongeveer zo uit. Ik heb gekozen voor deze samengeperste brokjes, zodat Coco niet kieskeurig kon eten en daardoor alle voedingsstoffen binnenkreeg die hij nodig had. Dit zijn die gemengde brokjes. Deze heb ik wel, omdat ik de zaadjes en andere stukjes gebruik als tussendoortje voor Coco. Zo krijgt hij toch nog een beetje een gevarieerde voeding. Dan heb ik hier ook nog knaaghout dat altijd in Coco's kooi zit, alleen wordt hier nooit wat mee te gedaan. Dat kan je ook wel zien, want er is helemaal niet aangeknaagd. Bij Spetter was het ook geen succes. Je kan het altijd nog proberen als je hamster aan tralies knaagt, maar het is nooit zeker of dat ook echt zal helpen tegen het tralieknagen. Dit is het veilige knaaghout van de lindeboom. Dan geef ik Coco ook nog dagelijks 2 levende meelwormen voor de extra eiwitten. Ik geef de meelwormen leven, zodat hij ook nog eerst een beetje moeite moet doen voordat hij zijn meldje naar binnen kan werken. Dan wil ik er wel bij zeggen voor de mensen die nu denken, meelwormen, eet een hamster dat wel? Jazeker, in de natuur zijn ze ook gewend om insecten te eten. Hamsters zijn namelijk voornamelijk vleeseters. Dit is dan alle voeding van Coco uit de dierenwinkel. Verder krijgt hij dagelijks ook nog een stukje groente, ongeveer een halve kubieke centimeter, zodat hij nog misschien wat extra vitamintjes binnenkrijgt. Hij krijgt soms ook nog wat kruiden, omdat die een extra werking hebben. In principe is dit al dat extra's niet verplicht, want dan zou een hamster genoeg moeten hebben aan deze samengeperste brok. Hier hebben ze namelijk alles ingestopt wat een hamster nodig heeft. Dit was hem dan. Vond jij deze video leuk? Of heb je er iets aan gehad? Doe dan een duimpje omhoog of laat een reactie achter. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.